Kan je misschien ietsjes harder rijden? Ja, top. Oké, dus even niet praten, want ik ga nu beginnen. Hey guys, welkom bij weer een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Ik ben op dit moment echt aan het racen, want ik heb echt een hele bijzondere fotoshoot met... moet ik heel even spieken hoe hij heet? Met Vulnus. Huh? Dat is echt raar. Oh nee. Hij heet Yilnut. En dat is wel bijzonder om te vertellen, want Yilnut heeft dus alles achter zich moeten laten in... waar was het ook alweer? Nou ja, in ieder geval heel ver land. En ja, dat is echt gewoon bizar. Maar goed, ik ga dus vandaag met hem praten. Ik ga met hem wandelen. Ik ga met hem lachen. Ik ga ook lekker voor hem koken. Ik ben heel erg benieuwd of hij mijn vegan pasta puttanesca lekker vindt. Dus we gaan het zien, jongens. En ik ga met hem op de foto. En ik heb er echt zin in. Dus stay tuned. Ja, en nu kan je even doorrijden. Je hoeft daar niet op te wachten, hoor. Ik bedoel, dat is een kanta, maar die kan je gewoon inhalen. Ah, daar ben je. Oh, hoi. Sorry dat ik te laat ben. Ik kom van een casting. Oké, maakt niet uit. Te gek dat ja, je er bent. Ja, voor een rol in een te gekke film. En het ging best wel goed. Oké, hartstikke goed. Ja, ik moest in het begin echt heel erg inkomen. Ik dacht van, wanneer komt het nou? Maar toen ik eenmaal losging, toen ging ik gewoon all the way. En toen vonden ze het volgens mij echt heel goed. En ik denk echt dat ik hem heb geneeld. Okay, ik ben helemaal blij. Ik ben Joy van de productie. Van alle e-mails, weet je wel. Oh, wat leuk. Ja. Jij bent Joy. Ben je er klaar voor om kennis zeker te maken weten. Met Yilnut? Ja, absoluut. Ja. Oh, hij is er al. Ja, is waar er. Is hij? Ja. Oh, you're Yilnut. Oh, so happy to meet you. Hi. Yilnut is dus vluchteling. Zijn huis is kapotgeschoten. Wat? Hij is maandenlang onderweg geweest en hij heeft echt helemaal niemand meer. Dus... Oh, mijn god. Ja. Oh, wat erg. Ja, sorry. Ik word echt meteen emotioneel. Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Dit is zo'n reality check. Dit zijn gewoon mensen uit het echte leven. Mm-hmm. Hoi. Hi. My name is Himke. I'm a Dutch actress / performer / writer / singer. Oké. Sorry, maar dit doet echt heel veel met me. Give me a hug. Hi. Thank you. Hi. Goed. Ja, alleen... Hij ziet er niet heel erg uit als een vluchteling. Ja, maar dat is hij wel. Hi, Meike, Stars International. Ik maak de foto. Oké, maar Meike, wat denk jij? Want ja, ik weet niet, maar dit is niet heel erg eye candy, toch? Het is helemaal geen stoere, mooie, jonge vluchteling. Ja, maar hij is wel gevlucht. En we hebben hem via stichtingvluchteling.nu. Dus... Ja, maar hadden ze niet iets jongers, iets knappers? Ik bedoel, ze hebben toch genoeg keuze? What are you talking about? No. Oh, no problem, no worry. Great you're here. Ja, maar dit is wat het is. Hè? Ja, maar dit gaat echt niet werken op een abri. Dit is totaal niet Instagrammable. Dat zie je zelf toch ook ja, wel? Ja, maar dit is het enige wat we hebben. Ja, maar hiermee ga je echt geen fondsen werven. En dat is wat je wil. Je wil die fondsen werven. What's wrong? It's okay. No. Kunnen we hem niet nemen? Maar hij komt uit Amstelveen, hij is geen vluchteling. Ja, maar dit is wel eye candy. Hoi, hallo. Sorry, mag ik me even voorstellen? Ik ben Himke. Hoi. Hallo. Nou, leuk. Ja, dit gaat werken, hoor. Ja. Ik weet het zeker. Dit gaat werken. All right, let's go. Kijk. Niet te veel, ietsje droeviger. Je hebt het zwaar, hè? Je hebt geleden. Ja. Wat ik heel erg denk, is dat je naar het gevoel moet gaan, begrijp je? Dus je bent net aangespoeld op Lesbos, je hebt het koud, je familie is dood. Ze zijn allemaal dood, ze zijn allemaal kapotgeschoten. Je moet echt terug naar dat gevoel. Denk vooral kou. Ja. En boos. Uh-huh. Je bent boos. Dat is mooi. Ja, en dan kijk jij naar de verte en dan kijk ik naar jou. Geweldig. Ja, helemaal goed. Wat een ellende. Hij staat erop. Heb je nou? Ja, joh, geweldig. Super fijn, dankjewel. Heel mooi. Woe, it's a wrap. Nou, echt hele fijne energie opzet. Dank jullie wel. Ik moet echt heel erg hollen. Oké. Doeg. Oh, bye, Yilnut. Bye. Oh my god. So heartbreaking to see you. And good luck. Good luck in Holland, hè? Hey, dag jongens. Doei. When is my photo? Oké. Hey guys. Nou, ik ben echt best wel moe, zoals je kan zien. Maar goed, wat maakt het uit? Ik heb gewoon een hele bijzondere, fucking leuke dag gehad. Ik mag het niet zeggen, maar het was echt geweldig. Ik heb Yilnut ontmoet en het is echt een bijzonder mens. Zo, die haalt lekker in. Maar goed, het was echt geweldig. Ik ben dankbaar en ik ben heel erg blij dat jullie deze week gekeken hebben. Love, L-O-V-E. See you next time. Bye. Zo, wat een leier zegt die ons net inhaalde. Dat doe je toch niet?
Jezus, sommige mensen zijn zo aso.